ik het hier al zo bekijk, ja, dan stuit ik hier ook nog steeds op beton. We zijn aan het kijken of we hier ook nog een bunker kunnen vinden om hem open te maken en kijken hoe die er van binnen uitziet. De bunkerliefhebbers hopen op deze plek te stuiten op een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Dit was een radiobunker die dus alle gegevens van de vliegbewegingen hier ook kwamen dan naartoe. En vervolgens werden hier ook de jagers werden allemaal vandaan. Ja, die kant op gestuurd waar de vliegtuigen waren. Maar of de bunker er ook echt ligt, is nog maar de vraag. Er is een man hier ook die beweert dat hij er niet meer ligt. Dat hij dus wel gesloopt is. Uit mijn onderzoek bleek alleen nog maar dat hij er nog wel zou liggen. En die man die is ook een kenner. Dus we gaan ervan uit dat, dat die man toch waarschijnlijk wel gelijk zou kunnen krijgen. Dus we gaan nou op een andere locatie nog even een test maken. En dan hopelijk vinden we wat. Zou het een teleurstelling zijn als hij er nou niet ligt? Ja. Een hele teleurstelling. Want ik ging ervan uit dat hij er wel lag. Mocht hij er toch nog liggen en hij is bruikbaar, dan ga ik daarmee naar de gemeente. Kunnen we daar nog wat mee doen? We gaan het afwachten.